Som 80 uit het VWO-boek. En hier moet je even heel goed opletten. Delen door nul is verboden. Dat mag niet. Dat kan niet. Kan niet. Dus als je een situatie krijgt waarbij je moet delen door nul, dan weet je al dat kan niet. En delen door nul is dus de nul. Delen door nul is dus de nul in noemer. Dat verboden kan niet. De nul onder. Verboden kan niet. Nul boven kan wel. Dus als we zo eens gaan kijken, dat is gedeeld door 0. Die kan niet, die kan niet, die kan niet. Er valt er sowieso al 3 af. Waarom? Delen door 0 is verboden. Heel vaak op toetsen worden deze 2 verwisseld. Dan zetten leerlingen bij deze kan niet en die gaan ze uitrekenen. Maar onthoud echt. Delen door 0, dat kan niet. Dus die kunnen gewoon niet. Hoe ga je dat nu uitrekenen? Nou, eigenlijk gewoon, begin gewoon even met som A. 0 gedeeld door min 1. Als je 0 door iets deelt, dat mag, dan is het gewoon 0. B, die kan niet. B, die is onmogelijk, want min 1 gedeeld door 0, ja, delen door 0, dat kan niet, hè? Delen door 0 kan niet, dus kan niet. En dan niet schrijven, wel overnemen. Niet schrijven is gelijk aan kan niet. Overnemen en kan niet opschrijven. Ja? Dan gaan we naar C. C, wat er hier ook boven staat, onder staat gedeeld door 0. Dus dat kan niet. 0 gedeeld door 0. Je neemt hem over en dan zie je staan gedeeld door 0. En dan schrijf je op kan niet. Niet is gelijk aan, want 0 gedeeld door 0 is gelijk aan kan niet. Dat is raar. Dat kan niet. Dat kan niet. Schappen. Dan doen we som D. Dan doen we som D. 150 gedeeld door 0. Die kan niet. Je neemt hem over. En dan bedenk je, hé, hey, hieronder staat er gedeeld door 0 en dat kan niet. Maar die andere, en dat is E, E is andersom. 0 gedeeld door 150. Die kan wel, want je mag 0 wel delen door alles behalve de 0. Dus dit is gewoon 0. En bij F is het juiste antwoord min 1. En ik ga laten zien hoe je daaraan komt. Je hebt 150 gedeeld door min 150. Dus je hebt positief gedeeld door negatief. Je antwoord wordt negatief. 150 gedeeld door 150 is 1. Dus het juiste antwoord is min 1. Oh, dat was hem. Dus let goed op. Delen door 0 is verboden. Delen door 0 kan niet. 0 in de noemer kan niet. 0 onder kan niet. Ja? Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!